President Chandrika Prasad Santokhi ontving afgelopen donderdag vertegenwoordigers van de Islamic Development Bank, ISDB, om de voortgang van hun samenwerking te bespreken. De ISDB zal samenwerken met Mark Romy van het Landelijke Woningbouwprogramma om meer gezinnen toegang te geven tot fatsoenlijke woningen. Ook mogelijkheden voor ondersteuning in de gezondheids- en energiesector kwamen aan de orde. Santokhi benadrukte de noodzaak van duurzame ontwikkeling voor economische groei en een betere levenskwaliteit in Suriname. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken nam van 9 tot 11 september 2024 deel aan de 30ste sessie van de Caribbean Development and Cooperation Council, CDCC, in Trinidad en Tobago. De CDCC bevordert samenwerking in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Tijdens de bijeenkomst werden thema's zoals duurzame ontwikkeling en klimaatverandering besproken. Suriname droeg het voorzitterschap over aan Trinidad en Tobago voor 2024 tot en met 2026. In zijn toespraak benadrukte Ramdin de urgentie van schade- en verliesstrategieën en riep hij op tot oprechte toezeggingen van landen in aanloop naar de COP29 klimaatconferentie in november. Het ministerie van Economische Zaken heeft de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 21 september tot en met 4 oktober 2024 bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 31 SRD en 80 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 24 SRD en 55 cent worden betaald. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.